Wat hebben we? We hebben vandaag Asaf, Evidan en de Mojos. Dat heb ik Asaf echt nog... klinkt als een afkorting, hè? As soon as fuck. As soon as fuck. Ja. Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Liedjes zijn Little Stallion en Wasting My Time. Dit is een gift van Marijke. Die heeft dit opgestuurd. Ja. En ja, we weten niet zoveel van Marijke, behalve dat ze een extreem lekker wijf is. Naar eigen zeggen. Naar eigen zeggen. Dus dat moet wel kloppen. Ja. Dat zelfinzicht en zelfverzekerheid wordt zeer gewaardeerd en beloond. Zeker. We beginnen met kant A, Little Stallion. Ik had wel in de gauwigheid gezien dat dit uit 2009 komt. Het ziet er veel ouder uit, maar dat zal wel camp zijn. Ja, het kan ook nog. Is het niet een reissue van iets ouds? Ik ga het ondertussen even googlen. Want daar zitten we hier voor, toch? Zeker. Ik heb het koffieding staan. Ah. Het is modern. Ik had het niet verwacht op de hoes. Nee. Hou ik van. Lekker. Ze komen uit Israël. Oh, goed zeg. Het staat, volgens Wikipedia is het folkrock. Ik hoor hier weinig folk in. Ik vind het eerder garage. Ja, misschien dat in dit liedje gewoon de rock wat een beetje de bovenhand heeft. Maar het is een hei. Ik dacht dat het een vrouw was. Asaf, ja. Soon as fuck. Ja. Zijn stem wordt vaak vergeleken met die van Janis Joplin en Robert Plant. Door wie dan, in godsnaam? Ja, door mensen die er verstand van hebben. Deze klinkt als een klok ook weer, hè, op ons gammele platenspelertje. We moeten gewoon alleen maar nieuwe singeltjes draaien. Ja. Lekker een beetje volle overgave zuigen. Krijsen. Ik heb ook een klein beetje Smashing Pumpkins gevoel erbij. Muzikaal. Ja. Ik ook. Verrassend, Marijke. Geen rotgevoel. Wil ik... Lekker dik van nieuw wel. Want wat Billy Corgan gewoon veel te veel doet. Dat zijn stem iets gewoon lelijk maakt eigenlijk. Ja. Hij net binnen de lijntjes dat ik het in ieder geval kan waarderen. Leek alsof je oversloeg. Nee, was niet. Dat slaat toch over, hè? Of is het gewoon... Dat is een raar ritme. Ik vind het leuk, dit. Ja, leuk basje. Het zit wel een raar ritmetje in. Ja, het is gewoon een raar ritmetje. Ja. Ik hou van rare ritmetjes. Ja, het is typisch die Joden weer, hè? Ja, het kunnen ook... Het kan ook gewoon een Arabische Israëliër zijn. Nee, hij was geboren uit diplomaten, dus dat zal wel niet dan. Die zijn vaak niet zo diplomatiek, hè? Nee. Even kijken, en waar komt hij vandaan uit Israël? Ja.
Jeruzalem. Ik vind het erg leuk, ik wil dit hebben. Ja. Ik heb het. We hebben het nu, hè? We hebben het, we hebben het. Uit welk jaar was het ook weer? 2009. Oh ja. Het lijkt toch wel alsof je overslaat, hoor. Maar kan gewoon niet. Misschien is het heel raar gemixt. Dat kan natuurlijk ook. Ik zit er steeds doorheen te praten als het gebeurt. Dus ja, twijfel ik denk dat daardoor komt ook. Dat hij overslaat omdat ik te hard praat. Causaliteit is altijd... Toeval? Ik dacht het niet. Hij zingt ook als Janis Joplin. Ja, maar dat stond ook op Wikipedia net. Oh. Dus dat is niet zo gek dat jij dat nu denkt. Oh, sorry hoor. Ja. Ik zeg wel niks meer. En Robert Plant. Toen zei hij nog, wie zeggen dat dan? Oh ja. Maar nu snap ik. Ik hoorde eigenlijk alleen Robert Plant, want ik was koffiepot aan het wegzetten. Ja, ja. Je kan het multitasken, hè? Is een dingetje. Topnummer. Ja, topplaat. Lekker weird. Ik ga hem toch de hoogste geven die ik ooit gegeven heb. 9,5. 9,5. Althans, ik volgens... Ja, ga ik voor... 8,7. Ja, een beetje... Het is rock, maar ook weer niet... Ja, het is een punk aan. Ja, een punkrock. Een punkprogrock. Ja, tweede kans raar. En dit is gewoon een beetje garage, punk, prog, rock. Ja. En dit is gewoon typisch muziek waar alleen lekkere wijven toegang tot hebben. Ja. Het is echt ook gewoon muziek voor in een fijn café als Soundgarden of zo. Ja. Of Checkpoint Charlie. Houden ze ook wel van leuke muziek. Nou, Hilde, hè? We kunnen het nooit zeker weten hoe het nu zit. Ja, of ze ooit nog open gaan. Ja. Drink jij nog wel eens bier? Bier? Ja, of drink je überhaupt nog wel eens? Ja. Oh. Nou, daar ben ik eigenlijk dol op. Hmm. Nou, het hier belaten. Dag mensen. Dag. Ik wil ook wel opstellen. Nee, doe jij het plaatje maar.